Beelding hebben, maar dus dit noemt in de akkabatsterming of barrel of tonrol. Dus het onmiddellijk overstappen van positieve naar negatieve geest, dat vraagt enorm veel inspanning en dus enorm veel training. En een gezonde conditie is natuurlijk eveneens vereist. Dat nummer 2 en 3 naast de leider zitten. Zeer moeilijk, want die moeten eigenlijk hun hoofd 90 graden draaien. De nummers 2 en 3 om hun positie te behouden ten opzichte van het eerste vliegtuig. En dan zijn nog eens in de halve Cubaanse hartjes gaan in voor een looping en in plaats van zich te draaien, komt de kant gewoon over naar negatieve gees. En ze blijven dus in het negatieve voor de inverted turn, dus de passage op de rug. Er zijn twee, de 1 en 2 zitten nu in een spiegelformatie en nummer 3 maakt dus rolls rond de formatie. En ondertussen komt de solo wel aan vliegen voor zijn demonstratie. En dan nu de drie toestellen. En dat was onze goede collega die even de radio liet horen voor de commando's van de leider voor hun Hashimoto break. Thank you.
team van de Royal Jordanian Falcons staat onder leiding van de general manager Riyad Ayoub, als al jaren gekende general manager van de Jordanian Falcons. En het team zelf, de leider is de kapitein Yamin Zayat. Heeft voormalige ervaring op zijn 5 en Mirage F1. Nummer 2 is Sharif Hatouk. Heeft voordien gevlogen op F5 en Kaza 295. Ervaring, zij het F16, F5 of andere vooraleer ze het team vervoegen. Het is ook de X-330 LX is inderdaad een toestel dat is gebouwd voor ongelimiteerde luchtacrobatie. Hier kunnen manoeuvres mee gevlogen worden, ja, die voor mij zelfs onbekend zijn, ik zelf die zou kunnen uitvoeren. Zie maar, het zou uiteindelijk tumbling rond de verschillende as van het toestel. En dit natuurlijk nog altijd mooi gecontroleerd door onze solo. Naar links komen de drie af en dan behouden de solo nog. Ze gaan eerst aan elkaar toevliegen. Daar voert het drieschip een looping uit. En dat geeft de kans om de nummer 4, de solo, om zo snel mogelijk terug bij het team te komen. Dat is een andere manier om zo snel mogelijk terug de formatie te vervoegen naar 4 vliegtuigen. En enorm veel vakmanschap. En natuurlijk, we beginnen te beschouwen te worden. Een team dat begint voltallig. Dan scheiden de solo's zich af, maar eens dat de solo's terug wordt, kloppen lief uitvoeren. En een andere manier om uiteindelijk van richting te veranderen. Komen nu naar het publiek en houd u klaar voor de Concorde Fun Break.